Kraaienpraat. Een podcast vol verhalen over Nieuwpoort in het midden van de vorige eeuw. Door middel van interviews met inwoners nemen wij u mee in oude verhalen over verenigingen, scholen, winkels, bedrijven, sportclubs en noemt u het maar op. Wij, Olaf Koch, Alice Suur en Mai Koch, nemen u mee op pad door de poort om met deze kraaien te praten. Deze podcast is te beluisteren via www.nieuwpoort.nu, Facebook of het YouTube-kanaal Kraaienpraat. Ja, gaat u even zitten, zeg. Nou, we zijn vandaag te gast bij, we noemen hem Dr. Kenty. Ook al is hij al een paar jaar onze dokter niet meer. Maar iedereen die luistert, die weet dat het gaat over wie we het dan hebben als we het hebben over Dr. Kenty. Dank u wel dat we hier mochten zijn. Goedemorgen trouwens. Ik zou bijna willen zeggen, gaat u zitten zeg. Maar ik denk dat, en dan weet iedereen ook gelijk waar we het over hebben. Want dat is een kreet die in Nieuwpoort, als het over Dr. Kenty gaat, nog steeds wordt gebezigd. Ja, die man van gaat u zitten zeg. Ja. Ik zie het, ja, hij steekt gelijk de boeken op van de herinneringen. Maar laten we eerst eens beginnen van, wie is eigenlijk Dr. Kenty? Waar bent u geboren en hoe oud bent u op dit moment? In Bergambacht. In Bergambacht? 88 jaar. 88 jaar oud. En in Bergambacht geboren. En daar ook uw vrouw leren kennen. Want die komt ook uit Bergambacht of niet? Mijn vrouw komt ook uit Bergambacht. Ja, ja. De lagere school daar doorlopen? De lagere school doorlopen in Bergambacht. Mm-hmm. Dat klopt. En daarna, na de lagere school? Ja, na de lagere school naar de MULO gegaan in Schoonhoven. De MULO gedaan. Ja. En daarna de HBS in Gouda. En toen? Want en toen universiteit. Hoe weet je nou dat je dokter wil worden? Ja, in de vijfde klas van de HBS heb ik gedacht, ja, wat gaat het worden? Want ik had drie dingen. Of geneeskunde, of scheikunde, of predikant, dominee. Kijk. Maar het is uiteindelijk toch geneeskunde geworden. Ja? Dat had de voorkeur. Dat had de voorkeur. Ja. Maar dat zit er dan toch in, dat die interesse. Want in het menselijk lichaam, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Zeker. Er zijn heel veel kinderen die willen brandweerman worden, timmerman, weet ik het wat. Maar je hoort weinig kinderen die als ze jong zijn zeggen, ik wil dokter worden, huisarts. Ja, inderdaad. Ja. En dan ga je vanuit de HBS, die was toen in Gouda? In Gouda. Ja? Zat ik op de HBS B heb ik gedaan. Je kon A en B doen, maar ik ben van de MULO naar HBS B gegaan. De derde klas toen. Ja. En toen is het uiteindelijk is het dus in Gouda heb ik dus de HBS vervolgd. En dan moet je gaan studeren daarna? Ja, en daarna dus Universiteit Utrecht. En bleef u toen in Bergambacht wonen of ging u toen in Utrecht wonen? Ik had een kamer in Utrecht. Ik ben dus in Utrecht gaan wonen. En met weekend kwam ik dus weer thuis. En 's maandags ging ik weer naar Utrecht, naar de Valkstraat. Daar heb ik dus gelogeerd. Valkstraat 11 in Utrecht. Kijk. Ja. Dat zit in je geheugen vast, dat adres. Ja, Valkstraat 11. Ja. Ja. En dan vraag ik mij altijd af van, en hoe word je dan huisarts in Nieuwpoort? Is dat dan een vacature die er is? Hoe gaat dat nou? Hoe is dat gegaan in uw tijd? Nou ja, toen ik afgestudeerd ben in 19... even kijken, dat was... In 62 zijn wij getrouwd. Toen ben ik ook afgestudeerd en toen ben ik eerst een jaar gewerkt als assistent bij een huisarts in Leersum. En toen woonden we in Doorn. En daarna heb ik een jaar gewerkt in Gouda. En toen woonden we ook in Gouda. En toen zijn we in 64 zijn we naar Nieuwpoort gegaan, want ik had dus al gehoord van meneer Slager, die was advocaat, die woonde in Schoonhoven. Maar die had veel contacten met mijn voorganger van Straten in Nieuwpoort.
En door middel van Slaag, van meneer Slagen, ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar Nieuwpoort. Nou ja, en daar kon ik gelijk terecht. En een gesprekje gehad met mijn voorganger, met Van Straten. En toen ben ik daar begonnen. Ja. In 1964. Ja. Daar kun je nagaan. Dat u die naam noemt van Van Straten, dokter Van Straten, die hebben wij in veel podcasten die naam horen passeren. Ja. Want dat was natuurlijk voor u ook een markante Nieuwpoorter. Ja, markante die van Joodse figuur. Afkomst was. En in de oorlog, daar hebben mensen die altijd luisteren, die kennen die verhalen, ook ondergedoken heeft moeten zitten. En, ja, ondergedoken gezeten. Maar en die liet zich soms ook betalen in sigaren. Dat heb u nooit gedaan. Dat heeft hij. Hij liet zich soms betalen in sigaren. Dat heeft u niet gedaan. Oh, dat heb ik niet gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat wist ik niet. Nee. Maar dat gaat dan gewoon een gesprek tussen collega's en dan neem je zo'n praktijk over. Ja, praktijk toen overgenomen. Nou ja, daar betaal je dus een x-bedrag voor. Maar dat was allemaal heel goed te doen namelijk. Okay. Ja, prima. En was het toen al was dat toen nog op de buitenhaven? We zijn op de buitenhaven begonnen. Daar hebben we dus ingewoond bij Van Straten. En toen zijn we dus, dat was in augustus 64. En toen het andere jaar zijn wij naar de Singel verhuisd. Ja. Naast de familie Baardwijk. Mm-hmm, naast dat weten we nog, Ja. Dus daar hebben wij dus jaren heel naar ons zin gewoond aan de Singel in Nieuwpoort. Ja, want dat u bent ook degene geweest die een stuk aangebouwd laten bouwen. Ja. Nu woont André van der Vlis daar natuurlijk. Ja. En als we dan kijken naar de situatie, dan zeg ik, goh, wat vreemd dat daar zo'n stuk aangebouwd is. Ja. Maar ja. Wij als inmiddels ook oudere poorters weten, ja, maar dat was de praktijk van dokter Kentie daar. Ja, klopt. Ja. Ik moet u zeggen dat de eerste jaren toen u verhuisd bent naar de Vuurkruidstraat, ik me herinner dat ik nog een keer verkeerd gereden ben. Dat ik naar de Singel reed. Ja, dat zou kunnen. Hier moet ik helemaal niet zijn. Ja, precies. Ja. Maar dat was op de Singel. Want op de buitenhaven heeft maar een korte periode geduurd. Ja, dat is van augustus tot andere jaar juli geweest. Hè? Ja. Juli 65, toen zijn we naar de Singel gegaan. Maar voor u was eigenlijk, ondanks het feit dat u uit de Krimpende Waard kwam en misschien wel wist waar Nieuwpoort lag, was het toch een vreemde plaats. Ik bedoel, je kende daar nauwelijks mensen. Ja, nauwelijks, dat is zo. En, ja. dan komen die poorters, de Arie Slops en alle mensen die een bepaalde humoristische mening hebben over wie er nieuw in de poort komt wonen. Hele leuke contacten in Nieuwpoort gehad. Buitengewoon leuk. Ja. Ja. Ik een hele mooie tijd gehad. Ja. Schitterend. Kunt u zich de eerste patiënt nog herinneren die u kreeg in Nieuwpoort? Markante eerste ontmoetingen met mensen. Want die poorters, ze hebben natuurlijk het hart niet op de tong. Die vertellen gewoon. Nee. Maar wie nou de eerste patiënt was, dat weet ik niet meer. Nee, nou, dat kan ik me voorstellen. Dat weet ik niet meer. Nee, maar kan me zo. Ik heb in het verleden ook met bijvoorbeeld Arie Slop wel eens gesprekken gehad. Arie Slop hadden wij altijd ontzettend veel contact. Want die kwam elke dag op de Singel. Mm-hmm. Daar had hij nog een stukje land en aan de Singel. En dan hadden we altijd een babbeltje. Altijd praten. Ja. Arie Slop was geweldig. Bijzonder man. Die woonde natuurlijk in de Binnenhaven. Binnenhaven 27. Mm-hmm. Ja, Arie Slop. Tja. Ja, wij als kinderen ook, want in die tijd, dan hebben we het over de begin 60er jaren, toen speelden ook wij, en dan praat ik over mezelf, maar Sjaak Baardwijk, al die jongens van die leeftijd, die speelden op die boerderij bij Arie Slop. Ja, het is jammer dat we die niet meer kunnen interviewen. Die had nog hele mooie verhalen kunnen vertellen over Oud-Nieuwpoort ook, hè? Ja, die wist ontzettend veel. Ja. Die had een enorm goed geheugen. Die wist erg veel van Nieuwpoort. Ja. Zeker. Maar toen was u de dokter van Nieuwpoort. Ja. En dat was in de tijd, had je dus de burgemeester, de dokter en de schoolmeester. Ja, burgemeester Brouwers hadden we. Hè? Ja. Burgemeester Brouwers. En dominee Baart. Ja. Die woonde op de Binnenhaven natuurlijk. De burgemeester ook en de dominee. Ja. Zo was dat. Dat was toch een driemanschap.
laten we zo zeggen. Ja. Hè? Ja. We hebben allemaal nog steeds respect voor een huisarts. Maar in die tijd was de dokter, de dominee en de burgemeester. Dat was toch de drie was heel anders. Zelf. Die tijden zijn totaal veranderd natuurlijk. Ja, ja, ja. Zeker weten. Goh. Ja. Maar toen, toen u daar begon en bijna niemand kende, begon dat natuurlijk snel te wennen. En dan vraag ik mij altijd af, dan komen de mensen uit Nieuwpoort. Maar kwamen er nou ook mensen van uit andere gemeentes? En mag dat, dat mocht dus. Ik had dus patiënten in Nieuwpoort en Langerak natuurlijk. Mm-hmm. Langerak ook. En Goudriaan. En Ottoland. En Groot-Amers. En zelfs Tienhoven nog. Oké. Okay. Dus, dat was toen, dat kon allemaal, dat was geen probleem. Maar ja, de afstand vormde natuurlijk een probleem, waardoor mensen dus vanuit verre afstanden niet kwamen. Nee. Maar met de hoofdpraktijk was natuurlijk Nieuwpoort-Langerak. Ja, snap ik. Maar als mensen dan uit Tienhoven thuis bezocht moesten worden, ging u dan ook naar Tienhoven of naar Goudriaan? Ja, daar ging ik heen. Ja, ja, ja. Naar Goudriaan ook. Het was natuurlijk betrekkelijk kort stukje provinciale weg en je bent in Goudriaan. En Otterland was weer wat verder natuurlijk. Ja, ja. Maar kan ik zeggen, ik heb geen idee hoe dat ging, maar je was eigenlijk 7 dagen in de week 24 uur dokter? Of? Ja, ik had... Ik had 1 keer per 3 weken had ik een weekend vrij. En dan nam dus waar de collega uit Ameide of de collega uit Noordeloos of de collega uit Giessenburg. Zo ging dat. Oké. Okay. Ja. Dus er was een goede relatie met... Ondanks dat soms patiënten van de dokter uit, bij u kwamen. En misschien ook wel omgekeerd, dat weet je natuurlijk niet. Maar de weekenddienst die begon meestal vrijdagavond om 7 uur tot, meestal tot zondagavond 12 uur. Ja. 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 Ja, en dat was je gewend. Dat was gewoon hard werken. Ja, het was vroeger in die huisartspraktijk natuurlijk heel hard werken. Dat was gewoon zo. Ja. Ja. En dan hadden jullie nog een huisartspraktijk met een apotheek. En heb ik het nou goed begrepen? Ja. Gingen we nou bij uw vrouw? Was dat nou de... Mijn vrouw was de apothekersassistente. Ja, maar mijn vrouw deed natuurlijk de apotheek als de apothekersassistente weg was. Want we hadden ook een apothekersassistente. Mm-hmm. Maar die was natuurlijk met weekend was die er niet. En s'avonds en s'nachts ook niet. En dan deed mijn vrouw het namelijk. Ja, ja. Ik heb natuurlijk ontzettend veel steun aan mijn vrouw gehad. Die stond er natuurlijk helemaal achter. Ja, want je bent samen dan het huisartsengezin, hè? En natuurlijk op een gegeven moment is collega Hulsebeck natuurlijk... Daar kom ik straks nog even op terug. Geworden, ja. Want, ja. Wat ik zeggen wilde. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat mensen gewoon s'avonds aanbelden bij u en zeggen: dokter, ik heb zo'n pijn hier. Terwijl er helemaal geen spreekuur was of iets dergelijks. Ja. Dat gebeurde denk ik, of niet? Dat gebeurde ook. Ja? Sowieso. Ja. Ja, wij keken niet zo krap wat dat er gaat. Nee. En ik begon 's morgens al heel vroeg, want om 7 uur dan ging de wachtkamerdeur open en dan kwamen de patiënten al. En ik begon meestal om 7:30 al. Mm-hmm. Ja. Ja. En dan was ik met spreekuur bezig tot 10:30 meestal. En dan dronken we koffie en dan ging ik visites doen natuurlijk. Ja, en veel visites. Tegenwoordig worden er weinig visites mee gemaakt, maar ik maakte erg veel visites. Ja. Was dat ook een gewoonte of was dat ook, iets wat u graag deed en nodig vond? Ik deed het ook graag. Ik kwam graag bij de mensen thuis. Ik ging s'avonds ook vaak nog eens even horen bij meneer die en die hoe het met zijn vrouw was die in het ziekenhuis lag. Of hoe het met de zoon of met de dochter ging die opgenomen was in het ziekenhuis. Dat deed ik s'avonds vaak. Dan ging ik na het eten nog even ergens een bezoekje afleggen. Ja. Dus zo uit belangstelling. Ja, ja. Ja, ik denk dat als je dat vergelijkt met tegenwoordig, zonder ook maar enigszins te zeggen dat het niet goed gaat nu. Want we hebben nu ook een prima huisartsenpraktijk. Ja.
Maar de relatie tussen de huisarts en de patiënten, die was veel nauwer. Men kende elkaar en kwam bij elkaar op bezoek en dat soort dingen. Ik kan me veel voorstellen dat u ook wel eens een keer een bevalling heeft gedaan. Ik heb alle kaartjes bewaard van de bevallingen die ik zelf gedaan heb. En dat zijn er 886. Zo dus. Maar ik heb er natuurlijk meer bijgewoond, maar die stuurde ik dan naar het ziekenhuis. Maar die 886 heb ik zelf alleen gedaan. Thuisbevallingen. Ja. 886. Ja. En dat was natuurlijk, of overdag, maar ook 's nachts natuurlijk. En, ja, allerlei tijden. Zo ging dat. En dan was u net op bed en dan ging de telefoon ging weer. De telefoon. Ja, en dan was het, even geweest en het was 4 centimeter ontsluiting. Dus ik dacht, over een uur of over anderhalf uur word ik weer gebeld namelijk. Ja. En of ik bleef er bij de mensen namelijk, dat gebeurde ik ook wel. Dat ik eens even in een stoel ging zitten en gewoon afwachten namelijk en niet meer naar huis ging. Ja. Maar dat was altijd het leuke van de huisartsenpraktijk. Dat je die bevallingen ook doet, dan krijg je natuurlijk een enorme band met de mensen. Want ik zag die kinderen natuurlijk weer op mijn consultatiebureau, op mijn kleuterbureau en op mijn babybureau, zuigelingenbureau. Mm-hmm. Dus dat was, je had een hele goede band, hè? Dat snap ik, ja. Maar dus eigenlijk heeft u 886, zei u? Ja. Nieuwpoorters ter wereld geholpen. Ja. Want we kunnen gerust zeggen dat het 886 Nieuwpoorters waren. Want ze waren in Nieuwpoort geboren. Dus dan, als ze later ergens anders naartoe zijn gegaan. Ja. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die nu luisteren. Die zeggen, hij heeft ook mij ter wereld geholpen. Ja, er waren natuurlijk ook patiënten bij uit... Nieuwpoort-Laanrad natuurlijk, maar ook uit Groot-Ammers en Goudriaan en Otterland. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Een paar natuurlijk. Hè. En waarschijnlijk heeft u ook kinderen van kinderen ter wereld geholpen. Dat u zeg maar de moeders ter wereld hebt geholpen en daarna ook, de kinderen van die moeders weer. Ja. Ja, ik ben natuurlijk 31 jaar huisarts geweest in Nieuwpoort. Hè. Ja. 31 jaar. Dat is, dus dat was natuurlijk ook weer zo. Ja. Ja. Dan heb je veel meegemaakt in die tijd. Ja. Maar nog even, voordat we daarover verder gaan, nog even over over dat bellen en zo. Hè? Want tegenwoordig hebben we een computer en we hebben internet. Oh, maar mensen, de telefoon stond naast uw bed. Het ging natuurlijk allemaal via de telefoon. Mm-hmm. Ik had de telefoon natuurlijk op mijn kamer staan en in de slaapkamer natuurlijk. Ja. En ik had ook, ik had ook nog een telefoontje in de auto, hè. Wat ik meenam, dat ik was dat toen al, een telefoontje? Ja, ik had een, ik dacht dat ik een telefoon had in de auto die ik meenam. Dat zal toch wel iets later zijn geweest, denk ik, hoor. Later, want in het begin, misschien dat in de jaren 80 of zo. Ja, want ik kon natuurlijk, het was zo dat mijn vrouw, als mijn vrouw me nodig had, als ik weg was... Dan, ik gaf altijd het lijstje op waar ik naartoe ging met de visites. Ja. En dan belde mevrouw bijvoorbeeld naar het derde adres waar ik was. En dan was ik daar of ik was net weg geweest. Dan belden ze de volgende naam. Oh ja. Dat ging telefonisch. Ja. Zo ging dat, Nee, dus, ik had geen telefoon bij. Dus als u eerst bij de familie Seur was en daarna bij de familie Koch... dan belden ze de familie Seur en zeiden... nee hoor, de dokter is net vertrokken. Ja, zo en dan ging belde het. U de familie Koch. Zo of dan het. Belde uw vrouw de familie Koch, ja. Zo ging dat. Ja, bijzonder. Ja. Ja. En want als ze dan gebeld werd, zo midden in de nacht... en zei, joh, je spreekt met Versluis. Ik noem maar misschien... dat gaat helemaal niet goed met mevrouw. Ik noem maar wat, hè. Dan... moest u eerst nog opzoeken welk adres, waar woont hij? En dan stapt u in de auto? Ja, dan ging ik gewoon. Nou, de meeste adressen wist ik uit mijn hoofd. Toch wel? En als ik niet wist, dan vroeg ik het even natuurlijk. Mm-hmm. Dus zo ging dat. En dan zat ik in de auto en ik ging gelijk daar naartoe. Ja. Ja. Het zal toch ook wel eens voorgekomen zijn dat u ergens kwam... en dat u dacht, moet je me daar nou vooruit mijn bed bellen? Ja, dat gebeurde ook natuurlijk. Dat gebeurde ook. En dan moet je toch aardig blijven. Ja. Ja. Al die gegevens van die patiënten, hè? Want
je kwam dan en dan zei u, nou kom over 14 dagen maar terug. Maar ik kan me voorstellen dat u dan niet precies wist van, nou ik heb dat en dat toen en toen met hem besproken. Ik had een kaartsysteem. Oké. Ik had allemaal groene kaarten. Ik heb hier nog een bak met wat groene kaarten van hier namelijk. Mm-hmm. Maar ik had allemaal, dat stond allemaal zwart op wit, dat schreef ik allemaal op die groene kaarten. Dat was toch ook een werk om naast dus het gesprek en dan nog eens een keer daarna ja, op gewoon even een aantekening maken. Maar kort, maar toch wel. Dus ik had, als ik een patiënt A had, dan de een die was, die kwam bijna nooit. Daar had je weinig gegevens van, maar er waren er ook die belden bijna elke week. Daar had je een hele stapel van. Ja, dat snap ik. Maar ik had een kaartsysteem. Maar dat kaartsysteem, ze hebben het toch altijd over een doktershandschrift. En dan denk ik van, de enige die het lezen kon was u zelf zeker. Of viel dat mee? Dat viel mee hoor. Okay. Ja, dat hangt er vanaf hoe je schrijft. Maar ik schreef in het algemeen nogal duidelijk. Ja. Oké. Okay. Dat ging wel. En uw vrouw deed de apotheek dan, hè, samen met de apothekersassistent. Ja. Dat was toch ook een winkel, als het ware. Ja, het was een winkel. Een winkel natuurlijk. En die moest alles nagaan wat er ingekocht moest worden. Waar hebben we tekort aan? Wat moeten we bestellen? Enzovoort. Mm-hmm. Ja, we hadden ook Brokasef en nog een firma, geloof ik. Die kwamen elke week een keer op bezoek. En dan hadden wij een hele bestellijst wat er allemaal weer ingeslagen moest worden natuurlijk van die apotheek. Ja, maar dan hadden wij elke week, kwam er iemand op bezoek daarvoor. Ja, maar dat vonden wij allemaal maar normaal en dat vinden we ook nog steeds normaal. Dat als de dokter een medicijn voorstelt, dat het er ook is. Ja. Hè? 9 van de 10 keer. Ja. Maar dat was allemaal net als in een winkel voorraad houden. En niet te veel voorraad, maar ook zeker niet te weinig. Ja, zeker. Dat soort dingen. Absoluut. Ja. Dus dat was naast de dokterspraktijk had je eigenlijk ook gewoon een winkel. Een winkel ook. Ja, een winkel. Ja, die apotheek was toch een winkel. Ja. Die had je. En die in de wachtkamer, daar zaten een aantal mensen. Ja. En soms was het hartstikke vol in die wachtkamer op maandagochtend. Dat wisselde. Ja, zou het niet zo geweest zijn dat die op maandagochtend voller zat als op vrijdag? Of? Nou, nee, dat kan ik niet zo zeggen hoor. Nee. Maar ja, die wachtkamer ging vroeg open om 7:00. Dus als ik begon om 7:30, dan had ik altijd al mensen natuurlijk. Zeker, maar dan werd uw vrouw gebeld dat het met mevrouw X of mevrouw Y niet helemaal goed ging. Of meneer X. Ja, en dan moest ik weg. En dan bleven en de dan mensen zitten. En dan zei de apotheker, de assistente of mevrouw zei, ja, de dokter moet weg helaas. Dus ja, dan gingen er weer een aantal weg die in de wachtkamer zaten. Ja, want het ging niet op afspraak. Hè? Je moest gewoon gaan zitten en je dan moest gewoon wachten gaan tot zitten. Je aan de beurt. Het ging niet op afspraak. Nee, dat hadden we nog niet. Ik weet wel, kan ik mezelf nog herinneren, dat je dan dacht van, ik ga er om 7:15 vast zitten. Ja. Want dan ben ik eigenlijk, als de deur open gaat, ben ik de eerste. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Maar ik denk dat iedereen zich nog kan herinneren. Als je binnenkwam bij jullie in de praktijk, en dan heb ik het met name nog over de singel, maar dat zal op de Vierkruisstraat ook zo geweest zijn, dat er ook een soort geur was van, ja, ik noem het maar een medicijngeur, maar iets wat je denkt van, kan je dat nog herinneren, Olof? Hè? Ja. Wat het was, weet ik niet, maar of het nou voor steriliteit was of ergens van. Het had een bepaalde geur die ik nog zo kan herinneren. Oh ja? Ja, dat hebben jullie waarschijnlijk zelf nooit geen erg in gehad. Nee, we hebben geen erg in gehad. Ja, dat was niet onprettig of zo. Nee. Maar echt zo van, als je in een ziekenhuis binnenkomt, heb je dat ook soms, hè? Ja, dat je dat, dan dat heb je dat denkt, ook. Ja. 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 Goh. Maar we hadden het over drukte, hè, de winkel en de praktijk. Ja. Op een gegeven moment, toen werd het te druk, toen u een collega erbij ging. Ja, de praktijk die groeide natuurlijk. Het ging niet zo hard, maar elk jaar werden er weer huizen gebouwd in Nieuwpoort Langerak. Mm-hmm. Dus het patiëntenaantal, dat werd steeds meer. Ja, en op een gegeven moment werd dat voor mij alleen toch te druk. Dus toen is collega Hulsebeck, Els Hulsebeck natuurlijk, mij komen assisteren. Was dat dan gewoon een soort
sollicitatie? U zocht iemand en ja. zij heeft gesolliciteerd? Of hoe werkt dat? Ja, hoe zoiets ging dat dergelijks? Toen weer? Ja, hoe is dat toen? Of kent u haar? Nee, zij is dus op een gegeven moment... ik weet niet precies meer. Nee. Maar zij is toen bij mij in dienst gegaan natuurlijk. En jaren hebben we samengewerkt natuurlijk. Ja. En dat was natuurlijk een enorme verlichting voor mij. Dat enorme verlichting. Ja. Ja. Want het bleef maar groeien, want er werden steeds meer huizen. En op een gegeven moment hadden we het nog net zo druk als vroeger. Ja. Maar dan waren jullie met z'n tweeën. Ja, ja. Ja, okay. Dat is zo. Nee, we hebben met en ik heb natuurlijk nu Els Hulzebeck, die woont hier ook in Schoonhoven. We hebben nog ontzettend veel contact natuurlijk. Ja. We gaan soms ergens eten met z'n drieën. En ze komt hier van tijd tot tijd. We hebben nog veel contact. Ja, leuk. Erg veel contact. Ja. We hadden het net over bevallingen en over drukte. Zijn er nou bepaalde dingen die u nog helder voor de geest staan en zegt, nou, dat zou ik nou, dat is zoiets bijzonders geweest, of waar u van zegt van, nou, ga niet alleen over bevallingen, hoor, maar dingen die u meegemaakt hebt in de praktijk, zonder over mensen te praten, dat zou wat opportun zijn, maar... Ja. Ja? Ik heb natuurlijk veel meegemaakt. We hebben natuurlijk op de Hoofdstraat in Nieuwpoort, ja, ik mag geen namen noemen. Nee. Op de Hoofdstraat, daar woonde natuurlijk iemand die, mij ook bedreigd heeft. Die wilde mij dus toch op een gegeven moment om het leven brengen. Dus dat is van alle tijden. Ik hoor dat nu ster nog van statenleden en ministers. Maar vroeger werd de dokter ook bedreigd. Ja. Ja? En daar hebben we ook veel meegemaakt. En die heb ik natuurlijk op een gegeven moment laten opnemen met polities. En dan sprak ik met de politie af en dan gingen we 's morgens vroeg... gingen we naar de Hoofdstraat en om hem van zijn bed te lichten. En zo is hij natuurlijk opgepakt, maar daar heb ik ook nogal wat mee meegemaakt. Ja, ja. Ja, ik denk dat heel veel Nieuwpoorters, zonder dat we de naam noemen, onmiddellijk weten over wie het gaat. Ja, precies. Maar die man had ook een bepaalde geestesziekte, toch, hè? Ja, ook wel iets, ja. Nou ja, en ik heb een keer meegemaakt dat dat er een boom over de singel lag door storm. Dus dan kon ik het erf niet af, namelijk. De weg versperd. Dus we bellen de dokter en het kan niet komen, want er ligt een boom over de weg. Op dat moment was er niks. Nee. Dus. Maar nou, voordat u verder gaat, zo'n wat mij ook bijstaat en waar u vast ook hele intensieve herinneringen aan heeft, dat is de brand bij de vezelpers. Ja. Want dat moet iets zijn wat ook voor u heel veel impact heeft. Dat is heel wat geweest. Dat klopt, inderdaad. Ja, wij woonden toen aan de Singel. Mm-hmm. En op een gegeven moment zagen we ambulances rijden en politieauto's. En toen kwamen we er dus achter dat er dus een brand was, bij de vezelpers namelijk. Mm-hmm. Ja. En daar ben ik... daar heb ik niet zoveel bemoeienis mee gehad, hoor. Okay. Ze lieten mij toch wel een beetje met rust doen. Maar het was natuurlijk toch wel een hele gebeurtenis, hè? Ja. Die brand. Want het waren het was ook... op een zaterdag, hè? Ja. Het was op een zaterdagmiddag. Met heel mooi weer. Ik kan het me ook nog herinneren. Ja, ja, het was heel wat. Ja. Dat weet ik wel. Ja, maar het ging ook over... Ik de andere dag... Want er zijn toen mensen overleden. Mm-hmm. En toen ben ik de andere dag ben ik gaan condoleren dus bij... Want er waren ook patiënten Bos, van mij. Hè, bijvoorbeeld. Wat? Frans Bos, bijvoorbeeld. Een kastgenoot van toen mij. Toen ben ik wezen condoleren de andere dag natuurlijk. Hè. Ja. Ja, in Grote Amers ook. Ja. Ja, dat was een vreselijke toestand was dat toen. Dat weet ik wel. Ja. En de nazorg van die mensen met meer of mindere brandwonden, daar vond misschien toch een gedeelte van ook door de huisarts plaats. Ja, die kwamen weer bij de huisarts, hè? Ja, dat ging toen zo, ja. Ja, dat die hele die periode of die brand, dat heeft toch wel heel veel impact gehad op de gemeenschap van Nieuwpoort en Langerak, tot op de dag van vandaag. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja, zo deelde je als huisarts lief en leed. Lief en leed. We hadden het net over de... 886 geloof ik dat u zei, geboortes, bevallingen. Bevallingen.
Maar het aantal overlijdensgevallen, dat zal ook in die periode in de honderden zijn geweest. Honderden, dat u betrokken bent bij honderden, de overlijden van ouders van onze generatie. Ja, een heleboel. Ja, mensen. Maar uw verzameling met geboortekaartjes, die heeft die u heb misschien ik nog. Allemaal nog. Die heeft u nog. Alleen, maar die zijn op termijn, over een hopelijk heel veel jaren, ook heel interessant voor de historische kring natuurlijk. Die heb ik allemaal nog. Roken Schelderblom was natuurlijk ook een begrip in Nieuwpoort op de Hoofdstraat. Met de kruiwagen. Brouwer de Koning. Brouwer de Koning. Ja. En oma van der Heul die woonde op de Beatrixweg nummer 29. Dat was de oudste. Nou ja, als ik daar naartoe ging, dan zei ze als ik binnen op de stoel zat, zei, ga even een stukje zeep halen. Dan renden ze de trap op en af op die leeftijd. Oh ja? Want toen was ze al in de 90. En dan ging ze een stukje zeep halen voor de dokter. Ja. Nou ja, Roker Schelderblom, die heb ik natuurlijk ook meegemaakt. Die zat ook op de Damclub. Die had natuurlijk ook een Damclub in Nieuwpoort. Mm-hmm. Ik was natuurlijk ook een enorme damliefhebber, maar ik zat op de Damclub in Amsterdam, want ik wilde niet gestoord worden met de dammen. En als ik natuurlijk een Nieuwpoort lid geworden was, dan kan de dokter weer weggeroepen worden. Dus dat wilde ik niet. Dus ik ging vrijdagavond altijd in Amsterdam dammen. Nou ja, dan nam mijn collega Hulsebeck die nam aan, namelijk of een andere. Maar Roker zat ook op de Damclub? Ja. En, want u damde dan in Alblasserdam, zeg u, maar u was ook er was een damclubje in Nieuwpoort. En daar ging u af en toe misschien eens naartoe dan? Ja, daar ging ik wel eens een keer kijken. Ja. Maar laten we het zo zeggen, het niveau in Alblasserdam was hoger als in Nieuwpoort? Of, dat dacht ik al. Ja. Ja, en de politie die kwam vaak voor een bloedproef, hè? 'S avonds of 's nachts. Okay. Dan was er weer iemand die was beschonken en er was iets gebeurd. En of de dokter dan een bloedproef wilde doen. Dus als er een alcoholcontrole was op de Nieuwpoortse weg of zo, hè, de provinciale weg noem ik het dan maar even. Ja. En ze vertrouwden het niet helemaal, dan namen ze mee naar... dan stonden ze s'avonds, belden ze aan en zeiden de dokter wil u even... Belden ze aan, of ze belden even, zo ging dat. En die mensen, die waren die daar nogal meewerkend? Want ik kan me voorstellen, als ik ze niet helemaal... Ja, wisselend. Maar ze waren soms ook erg vrolijk. Ja? Ja, maar dat is dan wel weer leuk. Zei ik tegen mijn vrouw dan, als ik naar bed ging, ik zei, ik heb weer schik gehad, want er was iemand die was beschonken en die had weer mooie verhalen. Ja, en dat was die bloedproef, dat was toen ook bloed afnemen of was een plasje afnemen, doen? Nee, dat was echt bloed, hè? Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk ontzettend veel steun gehad van mijn vrouw natuurlijk, met de administratie, met de apotheek. En als de mensen belden, kregen ze een vrouw aan de lijn natuurlijk. Ja. Nou ja, die moest altijd het een en ander weer vragen en zo. Zo ging dat. En wat zei ze dan? Met mevrouw Kentie of de apotheek? Of zei ze dan met de assistenten van de dokter? Met mevrouw Kentie. Ja, want ze hadden een heleboel rollen natuurlijk. Ja. Nou, wie elke dag natuurlijk bij ons op de singel kwam, dat was Arie Slob, hè? Ja. Van de Binnenhaven, Binnenhaven 27. Die had altijd de nieuwste praatjes, het nieuws natuurlijk van Nieuwpoort. Mm-hmm. Die hield het allemaal bij. Dus we werden elke dag op de hoogte gesteld. Ja, maar hij had ook natuurlijk een positie als loco-burgemeester. Ja. Dat hij, was ook een autoriteit in Nieuwpoort, Arie Slob. Ja. Want naast dat u huisarts was en een hobby van dammen, zat u ook nog in commissies. Ja. Begrijp ik dat goed dat u ook nog in bij de vijver of te maken heeft gehad met de bouw daarvan? Nee. Nee, dat niet? Nee, dat niet. Maar er was een woningcommissie. Wij kwamen dan zo nu en dan samen. En daar ging het erover. Er zijn weer een paar woningen. Wie komt daar nu voor in aanmerking? En omdat ik de patiënten kende en ik wist ook waar de nood hoog was voor een woning, kon ik daar iets over zeggen. Dan zei ik bijvoorbeeld, Die meneer komt wel in aanmerking voor een woning, want dat is hard nodig enzovoort. Hm. Als arts zijn dan moest ik dan gewoon daar iets over zeggen. Ja, oké. En dat, maar met de bouw van de Vijverhof niet, want als je de Vijverhof binnenkomt, staat er een plaquette. En op die plaquette daar staan de
toenmalige... Daar was ik niet bij. Daar was u niet bij? Oh, nee. Ik dacht dat u daar ook bij nee, stond. Nee, daar stond ik niet bij. Aha. Nee. Maar dan hebben we het over vrije tijdsbestedingen. We hadden het over dammen. We hebben het over dammen, commissie dat gehad. Was mijn grootste hobby natuurlijk. Ja. Maar ik... En fietsen. Ik was ook bij de fietsclub. Ik heb nog foto's thuis liggen van uw Nieuwpoort fietsen. Ik dus ook. Tja. En ik heb natuurlijk ook Nieuwpoort hebben gedaan. En de Elfstedentocht in Friesland heb ik natuurlijk ook verschillende keren gefietst. U was sportief, zeg. Ja. En fysiek sterk. Ja, sterk, ja. 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 Maar ik zat in die fietsclub ook in Nieuwpoort namelijk. Dan gingen wij samen, bijvoorbeeld in de week s'avonds, gingen we gewoon fietsen. Met, hoe heet die, kisten. Kisten, natuurlijk, ook kisten. Ja, ja, dat ging zo. En zat ik nog in meer dingen. Nou, ik heb... gemeenteraad heb ik... Ja, hebben ze me op een gegeven moment ook gevraagd om in de gemeenteraad te doen. Maar dat heb ik niet gedaan. Hoor. Dat, heb ik dat lijkt gedaan. Me in uw positie ook maar lastig. Het, ja, dat is heel moeilijk als huisarts. Ja, ja, ja. Maar het dammen, dat stond bij mij natuurlijk helemaal bovenaan. Ja. Daar was ik een enorme liefhebber van. Ja, dat is want u heeft ook nog meegemaakt in die tijd dat Ton Sijbrand in Nieuwpoort kwam. Ja, die hè? Kwam daarbij... Bij de vezelpers kwam die simultaan dammen namelijk. Dat, ja. heb ik ook meegemaakt. Ja, was op een zaterdag ook. Een zaterdagmiddag. Ja. Ja, ik was een heel klein ventje. Toen heb ik nog remise gespeeld. Ja, tegen Ton Sijbrand. Nou, ja. dat was ja. toch... dat was wat. Ja, dat weet ik nog. Ja, ja. Ja, maar dat was een hele happening. Want mijn grootvader die woonde in Gouda. Ja. Maar die kwam dan naar Nieuwpoort om te dammen. Want die wilde ook wel eens dammen met Ton Sijbrand. Simultaan ging dat, hè? Ja, simultaan. Ja, ja. En, nu doe ik... één keer per jaar, hoe heet die? Henny Ros. Oh, Henny Ros, ja. Henny Ros die doet dat. En die belt dan in juli om te vragen of ik nog weer bereid ben om een keer simultaan te dammen. Ja. Yeah. Nou ja, dan komen er een heleboel dammers, ook van de damclub in Molnerschaaf en van de damclub in Bergambacht. Aha. En ja, ook mensen hier van Nieuwpoort Langerak. Dat is wel intensief, denk ik, hè? Want dat is... dat is heel zwaar. Ja, geloof want ik. Want dat is natuurlijk... je gaat van het ene bord naar het andere. En ik moet gelijk zetten. Zij hebben tijd om na te denken. Ja. Ik moet gelijk zetten. Ja. Hey, ik weet ook nog... dat zal geen hobby zijn geweest... maar iets wat u groot interesse had. Homeopathie. Ja. Hoe moet ik me, kwam dat op een gegeven moment op uw pad of hoe was dat? Het was zo dat ik merkte dus dat ik met mijn gewone geneeskunde een aantal mensen niet kon helpen. Mm-hmm. Dat moest op een andere manier. En toen ben ik dus een cursus gaan volgen voor homeopathie. Daar heb ik dus, ben ik voor in Wageningen geweest. Dat was een vrij intensieve cursus. En dan kon ik dus ook mensen homeopathisch behandelen namelijk, met natuurlijke geneesmiddelen namelijk, met planten of met dierenextracten, dat soort dingen allemaal. Dus dat was natuurlijk naast mijn gewone geneeskunde, was dat toch een hele mooie aanvulling dat ik dat had en dat ik dat kon doen. Mm-hmm. Dus dat heb ik al die jaren nog gedaan namelijk. En was dat bij die nuchtere Alblasser waarders, dat ingang? Ja, dat want had ik kan me voorstellen, dokter, geen hocus pocus aan mijn lijf. Een hele goede ingang had dat. Ja? Er waren er een aantal, die waren daar erg, die stonden er erg voor te trappelen. Ja, 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 ja. Nee, dat was heel goed. En dat heeft u, nadat u de praktijk gestopt bent, heeft u dat nog een tijd lang gepraktiseerd, hè? Dat als homeopathisch arts. Ja, ik ben dus, in Rotterdam heb ik dus 14 jaar nog op maandagmiddag waargenomen, maar dat was gewoon regulier. Maar wij woonden in Bergambacht op de Hoofdstraat en daar deed ik dan ook keuringen. Maar ook nog wat homeopathie. Mm-hmm. Maar het was toch op beperkte schaal, hoor. Ja, ja. Want dat werd toch steeds minder namelijk. Omdat, ik was natuurlijk al lang gestopt met die huisartsenpraktijk in 1995. Hè. Mm-hmm. Ja.
Ja, dat... Maar ik heb het nog wel lang gedaan, homeopathie. Ja. En ik heb ook nog een heleboel boeken van homeopathie. Dat wou ik, ja, een heleboel boeken. Maar ook boeken van 1995 van uw afscheid. Ja. Waarin wij als poorters en langrakkers allemaal werden uitgenodigd... om een herinnering aan de dammende dokter te maken. Ja, ja. Dat en klopt. Ik zie ze hier voor me op tafel liggen, denk ik. Ja, ja, hier liggen drie boeken. Dat is toch zeker een fantastische herinnering als je die... Ja, mooie herinnering, ja. ...openslaat en al die mensen ziet die... Ja, dat zijn allerlei verhalen natuurlijk, hè. Ja. Allerlei dingen, ja. Dat is een heleboel. Ja, ik heb dat ook niet gelezen, hoor. De fietsende dokter staat hier. De fietsende dokter. Ja. Ja, ik heb veel, veel dingen natuurlijk. Maar dat... Ik heb hier ook nooit meer ingekeken. Nee. Nee. Het lijkt me echt... Er zullen heel veel mensen zijn die ons inmiddels ontvallen zijn... Ja. Die daar ook nog een pagina in hebben gemaakt. Ja. 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 Maar het is natuurlijk ook zo, hè, als we het erover hebben... Wie komt er in je leven naast je gezin zo dichtbij je als je huisarts? Ja. Hè, voor je intiemste dingen en zo. Dus zo iemand, daar krijg je een band mee. Die moet je vertrouwen. Ja. En dan krijg je een band mee. En als zo iemand weggaat, en zeker als je ouder geworden bent... Ja, dan heeft het toch best veel impact. Ja. Want daarom begon ik ook te vragen van toen u in Nieuwpoort kwam... Hè, als vreemde jonge dokter. Ja. Dan denk je van, oké, ja, bouw ik daar wel weer zo'n relatie mee op. Maar dat is aardig gelukt. Nu ik de eerste tijd, dat hebben we maar een paar keer gedaan... dan ging ik met Van Straten kennis maken bij mensen... En zo kwam ik er eigenlijk goed in, hè? Ja, ja. Ja, weet je, ik moet denken aan een uitspraak van Arie Slob. En dat zal hij voor de dokter niet hebben gedaan, maar dat deed hij voor de dominees. Hij vertelde dat. Hij zei van, als wij in Nieuwpoort een nieuwe dominee krijgen... Ach, als die te zwaar is, dan halen we er een stukje af... En als die te licht is, dan doen we er een onsje bij. Oh, ja. En dat zal met de dokter ook zo geweest zijn van... nou, we zullen eens kijken wat voor vlees we in de kuip hebben... voordat we hem accepteren. Ja. Ja. Ja, zo zitten we al een tijd met elkaar te praten. En ja, eigenlijk is het één sentimental journey... voor een heleboel mensen en misschien voor uzelf ook... om de herinneringen op te halen. Ja. En dan gaan we langzaam maar zeker afsluiten. Ik wou nog één ding zeggen... De foto die mij heel goed in mijn geheugen staat... en die we thuis in een plakboek hebben zitten... is op Nieuwpoort 700... waarin de dokter in een koets, gereden door Goof Buijs, visites rijdt. Dat hebben we ook gehad. Het was zeer indrukwekkend. Dat was zeer indrukwekkend. Ja, zeer indrukwekkend. Ja. En, Nieuwpoort 700. Het dokter verkleed in oude kleren als een huisarts uit de jaren, ik het hoe oud. Ja. Die daar in de koets rondgereden werd om zijn patiënten te bezoeken. Dat was heel leuk. Ja. Nou, ik wil u bedanken voor dit interview, voor deze podcast. Ja, met genoegen gedaan. En het was erg leuk om u hier te... Al ben u dan nu geen kraai meer, maar een klokkendief hier in Schoonhoven. Ja, ja. We dragen allemaal nog een warm hart voor deze voormalige kraai. Ja, leuk. Vindt u dit nu een mooie podcast en wil u graag de volgende ook luisteren? Dan abonneert u zich door op de knop te drukken, abonneren... en dan krijgt u vanzelf van ons een berichtje als we de volgende hebben. Oh ja. Tot de volgende keer. Dank u wel. Ja. Met genoegen.